Het was een spannend, maar ook bijzonder vermoeiend weekend voor Cella Sou, nom de plume van Sanne Putseis uit Leefdaal. Drie avonden op rij stond ze in de AB om haar titeloze debuut aan de wereld voor te stellen. Vier jaar geleden al voorspelde gauwgenoot Milo dat Cella Sou de next big thing zou worden in Vlaanderen en daarbuiten. En die reputatie deed ze dit weekend alle eer aan. But you never gonna fit ya. I can see it is right with the look in your eyes. Yes, you never gonna fit ya. And I know you will. Deze drie dagen zijn eigenlijk een beetje voelt aan voor mij als vakantie. Ik zou echt tekenen, moest dit mijn leven voor altijd zijn, echt waar. Het is zo zalig, ik heb mij een hotelletje gepakt. Ik slaap uit tot 12 uur. Ik doe soundchecks van 10 minuten. Ik chill nog een beetje in de avond een optreden, wat zoveel energie geeft. Het leven van een rockster zou ik het niet echt noemen of zo, want het is wel echt werken. En dat heb ik echt de laatste maanden eigenlijk pas echt ondervonden. Met de release van die plaat en gefocust blijven in elk interview. En ja, dat put wel vrij hard uit hoor. Dus het is niet allemaal glitter en glamour. Cella Sou was echt wel een zoektocht geweest, zeker op vlak. En dat is denk ik mijn grootste uitdaging wel geweest, is om die plaat live te brengen. Die was zo geproduced, hè. De plaat is zo geproduced en ze hebben topmuzikanten eigenlijk naar de studio gehaald om dat te laten inspelen. Dus vind maar eens zo'n mannen die dat helemaal live kunnen brengen zonder een of andere trucjes of zo. Dus dat heeft het langst geduurd, dat is het moeilijkst geweest ook voor mij om de controle los te laten. Van niet meer die gitaar alleen te hebben en echt zo loslaten en dansen op podium en zo. Dus dat is voor mij wel de grootste uitdaging geweest. Iedereen heeft heel lang moeten wachten op de plaat, ik zelf ook uiteindelijk. En dat die zo goed onttaald wordt, dat vind ik echt ongelooflijk. Dat is echt super. Ja, twee prijzen, dus dat was dan de Mia. En ook van de Popolle. Zo denk ik. Beste Belgische zangeres Cella Sou. Dat soort prijzen winnen, denk ik dat meer waarde heeft voor... Ik kijk bijvoorbeeld nooit tv al. Maar ik denk zo voor mijn papa en voor mijn mama, die dan toch elke avond achter de buis zitten, die hebben van, wauw, ze heeft een Mia gewonnen. Mag jij ook kussen? Ik ben een ongelooflijk nuchter persoontje, echt waar. En dat heb ik echt meegekregen van thuis. En ik weet ook wat het belangrijkste is uiteindelijk. En dat is mijn grootste vooruitzicht is het dat mijn zus een kindje gaat krijgen. En dat is mijn metekindje. En dat is eigenlijk, weet je, dat is voor mij eigenlijk veel belangrijker dan een succesvolle plaat of zo. Voor mij is het zo, ik heb in mijn hoofd echt opgemaakt, want ik ben nu 21, nog super jong. Ik ga ongeveer 10 jaar er echt voor gaan. Ik heb geen enkele verantwoordelijkheid, ik heb geen kindjes, ik heb geen huis. Dus waarom niet dan nu overal op de wereld komen en carrière willen maken om dan echt een basisje te hebben om dan aan kindjes te beginnen. Hè?